Ik ben Peter van Putten, ik ben creatief technoloog bij Park Makerzon in Den Bosch. En het is een 1000 vierkante meter groot innovatiecentrum, makerspace, vol met technologie die open te gebruiken is voor abonneehouders van Spark. De reden dat we de Seed Extruder hebben aangeschaft is dat wij op een schaal willen kunnen printen. Daarnaast willen we innovatief zijn, dus we willen objecten kunnen printen die niet op een normale printer mogelijk zijn. En we willen een vrijheid hebben in materiaalgebruik. We zijn bezig met een project om volledig gerecycled plastic te gebruiken om een voetgangersbrug te printen. Een ander voorbeeld van een project wat hier gelopen heeft is een Jeep, een Willys Jeep. Een Jeep van ruim 30 jaar oud, 30, bijna 60 jaar oud, waar origineel helemaal geen deur in zit. Je wil nieuwe technieken toepassen, je wil nieuwe extrusietechnieken toepassen, maar vooral ook glasvezel versterkt, omdat het is een ruig beest, er wordt een ruige deur in. Voor ons is het de perfecte oplossing om in snelle tijd iets te kunnen ontwikkelen wat we eerder alleen in gedachten hadden. En met name met deze technische oplossing vanuit een robotarm kunnen printen in een grote schaal, kunnen we binnen 45 minuten zo'n deur genereren. Dat is iets dat was normaal niet mogelijk. Dit is fantastisch. De Seed aan zich is een systeem wat zich heel makkelijk laat integreren. Dus het werkt op zichzelf gewoon goed. Het is robuust en je kan hem heel makkelijk aansturen. Dus al onze uitdagingen hebben met name gelegen op het gebied van het integreren van een model naar een machinecode voor de robotarm. Seed is voor ons een van de belangrijke leveranciers. En ook technische ondersteuning. En dat zijn korte lijntjes. Je spreekt over het algemeen snel met de specialist zelf, wat gewoon heel prettig werkt, heel snel werkt. In onze ogen staat deze Seed op een heel bijzonder plekje, namelijk een plekje die iedereen kan gebruiken.